Dit is hoe je geen spiermassa verliest tijdens het hardlopen. Welkom bij de vierde aflevering van het Up for Marathon Trek, waarin je 20 mensen volgt die hun eerste marathon gaan rennen. In deze aflevering laten we je zien hoe je kan trainen voor de marathon zonder spiermassa te verliezen. Allereerst is het goed om te beseffen dat krachttraining aanbevolen wordt aan hardlopers. Het zorgt er namelijk voor dat je efficiënter kan rennen. Maar daarnaast versterkt het ook je botten en je pezen, wat de kans op blessures kan verkleinen. Krachtsporters vragen mij vaak of het hardlopen nou zorgt voor de afbraak van hun spieren. Nou, hierbij is het belangrijk dat je met twee dingen rekening houdt. Allereerst moet je ervoor zorgen dat je totale krachttraining volume op peil blijft. Dit is namelijk een van de belangrijkste factoren die bijdraagt aan het behoud van spiermassa. If you don't use it, you lose it. En daarnaast moet je zorgen dat je genoeg calorieën blijft eten. Want hardlopen vergt namelijk enorm veel calorieën. Tijdens een flinke longrun kan je zo 2000 extra calorieën per dag verbranden. En genoeg eiwitten zijn daarnaast key voor het behoud van je spieren. Dus eet je niet genoeg calorieën en niet genoeg eiwitten, dan zorgt dat voor afbraak van je spieren. Oké, dus ik ga jullie deze week meenemen in eigenlijk het schema dat ik op dit moment volg om ervoor te zorgen dat ik zowel kan trainen voor de marathon als voldoende spiermassa kan behouden. Ik gym op dit moment 3 keer per week. Dat is eigenlijk 3 keer full body. Hiermee kan ik toch eigenlijk al mijn spiergroepen meerdere malen per week belasten. En ik merk zelfs dat ik met dit full body schema eigenlijk bijna geen krachtverlies, wat optimaal is. Daarnaast ren ik 4 keer per week. Die runs bestaan uit 1 longrun. Dat doen we altijd met de hele groep in Rotterdam. Voor de rest doen we 1 intervaltraining, dat is ook met de groep. En daarnaast doe ik nog 2 kleinere runs per week. Dat zijn meer hersteltrainingen. Alright, dus ik ga jullie deze week meenemen. Let's go! Voor jou walking lunges doen tijdens duursporten, voornamelijk hardlopen, zodat je dus ook heel goed je stabiliteit van je heupen traint. En dat is ook waar veel blessures vandaan komen. Dus ik kan dit sowieso aanraden als we voelen. Laatste superset is voor de armen. Curls for the girls. You know the drill. Beetje WD-40, kan ik kwaad. Alright, dat was hem weer. De maandag, eerste training van de week zit erop. En tijd om het werk te gaan weer. Het is dinsdagavond, vaste prik, Rottirol. We bestellen dus altijd te laat. Dus dan is het resultaat dat iedereen met maagkramp aan het in is. We zijn onderweg naar Erasmusbrug. We hebben vandaag intervaltrainingje met de groep. Het wordt behoorlijk pittig. Ik ben benieuwd. Oh ja, even snel tussendoor. De winnaar van de vorige giveaway is geworden Melvin van der Wouden. Je kan Jan @upfront een e-mail sturen. Aan het einde van deze video gaan we een enorm toffe giveaway doen. Dus blijf even kijken. Het is vandaag donderdag. We gaan Jelle en Jan even een rondje doen. Vanochtend eigenlijk naar de gym moeten gaan. Maar we hadden vandaag onze laatste bloedglucose onderzoek. We testen namelijk al onze product op de impact die het onze bloedsuikerspiegel heeft. We gaan dus nu even, nemen we ja, kwartiertje voor het rennen. 1 scoopje of 2 scoopje up front sportdrank? 2. Zit er geen scoop in? Nee, dit stopt wel. Had ik al verteld over Hoka. Ja. Ja, 2 scoopjes voor jou. Oh. Regen. Senne, welkom. 2e dag bij Front. In de regen achter op de scooter. Maar we hebben plezier. Ja, ja. Ook dit weer bij het marathon traject. Het is niet altijd zonneschijn. Hey jongens, kom op hè. Nederland kijkt mee. Ja, dus ik was vroeger eigenlijk nooit een hardloper. Sterker nog, ik had er echt een hekel aan. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, wat heb je aan een soort van gespierd lijf als je wel buiten adem bent na een stukje rennen. Ingeschreven voor de marathon. Ja, super consistent aan het schema gehouden. Maar waar ik dus heel veel last van had is eigenlijk blessures. En er waren een aantal momenten dat ik dacht, ik ga dit sowieso niet halen. Maar gelukkig op tijd een fysio in de arm genomen. Echt met 1 of 2 keer fysio per week. Consistent oefeningen doen. Toch door alle blessures heen gewoon goed kunnen trainen. En ja, eigenlijk die marathon zelf met 1 grote glimlach uit. Het is gewoon zo'n levensveranderend evenement. Dus vanuit mij, ik kan 100% zeggen dat mijn leven heeft veranderd. Ik kan het ook iedereen aanraden om te doen. Eerste stuk, nu erop. Ga zo laatste kwartiertje op marathon tempo. Moet je vol te maken. Ga je hem hebben, hoor, de van Ellen.
Goedemorgen, het is vrijdagochtend, iets voor 7. We zijn onderweg naar de Vondel Gym. Er staat vandaag een gymsessie en een kleine hardloopsessie op programma. Normaal doe ik dus altijd donderdag gymmen en hardloop, maar ik kon dus gisteren niet door dat bloedglucose onderzoek. Ik drink even een preacher terwijl ik daar naartoe loop en ik zie je daar. Ja, workout zit erop. Het is iets over 8:00. Ik ga snel naar huis, douchen en dan naar kantoor. Ik dus vandaag ook nog rennen. Ik heb eigenlijk liefst nog even een cardio sessie in de gym gedaan. Maar ik heb afgesproken op kantoor, dus heeft niet haast. Vrijdagavond, tweede workout van de dag. Er staat 5 kilometer op het programma. We hebben net nog lekker nagezeten op kantoor. Maar ik moest nog die run doen. Dus ik heb maar besloten om van kantoor naar huis te rennen met een kleine omweg. Iets meer dan 5 kilometer op de klok. Uiteindelijk toch wel lekker. Morgenochtend weer een nieuwe workout. Yes, goedemorgen. Het is zaterdagochtend iets voor 9:00. Vanochtend even een uurtje gewerkt. Ik ben nu weer onderweg naar de Vondel Gym voor een full body sessie, dus ik zie jullie daar. Alright, dus we begonnen de training met een superset van incline dumbbell press met de lat pulldown. Van beide deed ik naast mijn warming-up 3 sets van 8 tot 12 herhalingen. Daarna ging ik door met een superset van low cable flies en shoulder raises. Hier deed ik 3 sets van 8 tot 15 herhalingen. Daarna ging ik door met een superset voor armen, waarin ik chin-ups combineerde met tricep pushdowns. En ook hier deed ik 3 sets van 8 tot 15 herhalingen. Als laatste sloot ik af met deze core oefening. Volgens mij heette deze Russian twists. En hier ging ik voor ongeveer 30 tot 50 herhalingen. Deze training doe ik nooit benen, omdat er de volgende dag altijd een long run op het programma staat. En met spierpijn rennen is echt suboptimaal. Ja, goedemorgen. Het is zondagochtend, iets over 8:00. Er staat vandaag een longrun op het programma. Om 10:00 begint hij met een klein deel van de groep. En naast dat ik jullie mee ga nemen in die longrun, dacht ik, het is misschien ook wel leuk om jullie te laten zien wat ik allemaal eet op zo'n dag, zodat ik niet na dit traject eindig als een Ethiopische marathonloper. Ja, als eerste maaltijd, bij gebrek aan upfront oats, heb ik helaas niet thuis staan, heb ik 100 gram normale hardmout, upfront chocolade whey, ga ik 50 gram cashews en wat bevroren fruit nemen. Alright, dus dit is maaltijd 1. Na deze drink zit de dag totaal van calorieën op 900. Alright, de run gaat van start. 18 kilometer staat erop. Mannetje of 20. De laatste 2 kilometer. Terug van de run. Dan gaan we snel iets eten en dan gaan we door naar kantoor. Ja, dus volgens mijn Garmin heb ik ongeveer 1500 calorieën verbrand. Nou, vanochtend stond de teller op 900. Dus daarom staat er nog meer noten op het programma en een whey shake. En ga ik een paar pantosties maken. Alright, dus we hebben hier 50 gram noten, de helft van opgegeten, 2 pantosties, een shake. Dus ongeveer 1000 calorieën samen. Ik zit net op kantoor. Ik heb hier een paëljaartje. We hebben al flink wat gegeten vandaag, maar we hebben dus ook flink wat verbrand. Dus dat bijeten is echt niet zo makkelijk als het klinkt. Dit is eigenlijk een soort van mijn eerste avondeten van vanavond. En dan straks ga ik even langs de appie en ga ik nog een keer koken. En dat doe ik dus allemaal zodat ik eigenlijk en die spiermassa kan vasthouden en dus niet te veel gewicht verlies. Zijn we alweer aangekomen bij de ene laatste maaltijd. Het is mijn go-to meal op mijn spruitjes. Kipfilet met kipkruiden en groentekruiden en rijst zit in de rijstkoker. Je doet de kip met de kipkruiden en wat kokosmelk en je hebt echt ontzettend lekkere kip. Alright, dinner is served. Deze maaltijd is nu ongeveer 650 calorieën. Maar ik heb nog een kleine hack voor extra calorieën. Zijn gebakken uitjes. Niet erg gezond, maar helpt dus wel met extra calorieën binnenkrijgen. Ja, ik zit nu ongeveer voor de dag op 1350 calorieën. Met deze maaltijd zal ik ongeveer net iets over de 2000 uitkomen. En dan ga ik nog een pre-bed snack doen. En dan zit je zo ongeveer op 2700 calorieën voor de dag. Als laatste gaan we deze week 100 euro shoptegoed weggeven op upfront.nl. Nou, wil je nou kans maken op deze 100 euro? Like deze video, laat in de comments weten waarom jij deze 100 euro moet winnen. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Later!